paar jaar geleden was dat iets heel zweverigs om dat te zeggen. En tegenwoordig merk je dat het echt zo werkt. Jouw zakelijk succes en de business die je ophaalt, is recht evenredig, gaat die samen met de waarde die je toevoegt. Ik ben Jeroen Gort, ondernemer. En eigenlijk op het kantelpunt van sales en training en ondernemerschap. En daar word ik ook door mijn klanten voor gevraagd om samen met hun koers te kiezen. En vervolgens de interventies te bepalen om dat vervolgens ook vorm te geven. Maar de vraag die bijna geen enkel bedrijf met droge ogen kan beantwoorden is: waarom eigenlijk? Waarom doe je wat je doet? Ja, om de aandeelhouderswaarde te optimaliseren. Dat is eigenlijk waarom. Maar de meest succesvolle bedrijven in deze tijd, die nu zeg maar nadenken over de veranderende tijd en de business die ze kunnen genereren, die beginnen precies andersom. En die beginnen bij why. Het gaat in eerste instantie echt om dat je weet van waarom heb ik überhaupt een bedrijf en hoe voeg ik eigenlijk waarde toe? Wat is daarin echt belangrijk? Vervolgens is het belangrijk dat jij zelf als ondernemer of de medewerkers in dat bedrijf zich volledig connecten, committeren aan die koers en dat ook in hun eigen woorden kunnen uitleggen. En vervolgens ga je die mensen gaan naar die klanten toe, één op één, om vervolgens zeg maar de klanten te werven. Nou, dat is wat wij noemen connected marketing. Dus niet van het bedrijf naar de klant en dan, oh ja, we hebben er ook nog een aantal medewerkers bij. Maar de medewerkers spelen echt de motor in het succes. Hoeveel winst geef jij aan je klant? Wat is de reden om een bedrijf te starten? Kun je een ander ermee versterken? Dat is eigenlijk de enige vraag die centraal staat. Give is de nieuwe game. Als bedrijven in de nieuwe tijd winstgevend willen zijn of willen blijven, dan zullen ze echt winstgevend moeten worden. Dus je succes en je business staat recht evenredig in verhouding.